Ik ben op dit moment in het district Kamerwijnen bij de politiepost Richelieu. En Richelieu is de post waar de voormalig vicepresident Ashwin Adin was ondergebracht. De rechtercommissaris heeft beslist dat de aanhouding van de heer Adin onrechtmatig is. Op mijn beurt heb ik contact opgenomen met meester Erwin Kanhaai, de advocaat van de heer Adin. Die heeft me aangegeven dat daadwerkelijk de RC heeft beslist dat de aanhouding onrechtmatig is. Dat wil zeggen dat de heer Adin in vrijheid moet worden gesteld. Ik ben gekomen naar de politiepost hier te Richelieu en de agenten hebben me aangegeven conform hun bevoegdheden kunnen ze mij niet aangeven als de heer Adin nog steeds hier op het politiepost is of als hij inmiddels al naar huis is gestuurd. En dat moet ik sowieso respecteren, maar ze me hebben aangegeven dat dit niet de normale procedure is om deze informatie te halen. Ik zou contact moeten opnemen met de PR-afdeling van de politie. Dat ga ik op mijn beurt ook doen. Ik heb tegelijkertijd weer contact opgenomen met meester Erwin Kanhaai. Die heeft me aangegeven dat het Openbaar Ministerie waarschijnlijk in hoger beroep gaat. Dus het is niet zeker als de heer Adin daadwerkelijk in vrijheid wordt gesteld of niet. Maar sowieso is het feit dat de RC heeft aangegeven dat de aanhouding niet rechtmatig is. Dit is de informatie die ik heb gehad van meester Erwin Kanhaai en op basis van die informatie heb ik dit verslag gedaan vanuit Kamerwijnen.